Soleimani. Ja, Van Loo. Vijfde minuut is Ajax dicht bij de opening treffer. Holla. De rechterkant wacht de Ede Volsen, zo kan het ook, naar Pedersen. Groningen dan toch voor de eerste keer gevaarlijk en Bakuna, veel schilderde het niet. Huisbilis. Ja, goed weggedraaid El Andoui en dan nog de voet van Van Loo. Voorkomt dat El Andoui aan een treffer toekomt. Ik denk dat we defend well. But it was too defensively a thing. We stand low on our own half and wait for them to come and attack them from there. Yeah, we did it good, but that's not the way we want to play football. We also want to have the ball and play with that. Ik denk dat we de eerste helft een beetje te angstig waren. Iedereen durfde. De organisatie zat wel goed, maar voetballend was het toch allemaal ietsje minder. En de tweede helft hebben we dat ons goed herpakt en kwamen we toch wel goed in de wedstrijd. Dat is Bilis. Bal tegengehouden door Sparv en opgevangen door Bakuna. Bakuna en Vermeer. I think we start very good in the second half and we start playing football and start take it easy when we had the ball and create some chances. When you have chances like that, that give you some confidence and believe that you can turn this around. And yeah, after that start, I really had a feeling that we could get something here. We voelden ons goed en dan is het spijtig dat we op zulke momenten die tegendoelpunten krijgen. I think he could blow for offside, he could blow for a free kick for them, he could blow for handball when I touch it, but none of them it was, so maybe there is a fourth rule I don't know about he blew for. Ja, echt goed eruit gehaald inderdaad. Ik zag me eigenlijk al binnen. Eigenlijk verwonderd dat hij hem nog kon raken. Heb jij ook het gevoel gehad dat hier minimale punten halen was? Nou, ik had wel dat gevoel, ja. Gewoon omdat we verdedigend wel goed stonden.